Oké, dus we gaan naar de onderwereld. Puur om te kijken wat Empire gaat doen. Hoe de hel kom ik daar? Ik ga in ieder geval terug naar Antropia. Hopelijk staat er nog iets van heel. En het liefst mijn archief. En Bas is ook in die van hem aan het kijken. En ik hoop dat hij dat vindt. Empire en de onderwereld zijn dus op een of andere manier aan elkaar verbonden. Dat weet ik uit mijn elementals. Wie is dat? Oh, Ronald! Yo, koning David! Hoe is het? Waar is iedereen heen? Ik ben hier alleen eventjes Khaleesi aan het rondkijken. Ik weet niet waar je... Nee, precies. Ik geloof dat de meesten van Antropia naar de haven zijn gegaan. Eigenlijk het enige wat we nog over hebben. Hoe is het met jou verder? Na de ernstige oorlog toen met Janava. Ja. Ja. Het gaat nu gewoon goed, maar het was wel een schok. Stel dat je uit de bakken zei het gewoon. Ja, echt verschrikkelijk. Ik ga in ieder geval even naar Antropia om te kijken hoe het ervoor staat. Ja. Loop je met me mee? Ja, tuurlijk, zou je achterna lopen. Nee, super. Dan even kijken, kunnen vast hier ergens naar buiten, denk ik. Niet door de koningshal. Ik heb een vraag. Ja. Heb jij enige ervaring met de onderwereld? Niet weer, hè? Ja, de onderwereld, vertel. Ja, dat weet ik ook. Vertel. Ik ben een keer beland naar van Krax. Ja. Zoals jullie weten hadden we daar ook oorlog mee. Ja. Zijn las en ik beland bij een heel raar eilandje. Wat er van vuur en zo, en we liepen naar beneden. En daar was dus een onderwereld, dude. Okay. En het was echt geen pretje daar, want sindsdien is het niet meer veilig. Even serieus. Maar onderwereld is gevaarlijk, dat begrijp ik. Ja. En daar kom je door zo'n rare portal, toch? Zo'n zwarte met dat paars. Ja, klopt. Oké, weet je nog wat het was? Ergens in de zee. Oké, dat is ergens in de zee. Maar zou je het weer kunnen vinden? Als ik er moeite in steek, wel, ja. Oké, super. Want ik moet daar dus gewoon serieus weer heen. Bas die zou mij in ieder geval gaan helpen zodra wij meer van Janava weten. Maar hij heeft niet echt gezegd van... Ik ga volledig met je mee naar de onderwereld. Als jij daar eerder bent geweest, dan ga ik graag met jou daarheen. Want ik heb dus geen flauw idee wat ik daar kan verwachten. Redden we deze sprong trouwens? Ik zou je best... Nee, dat komt helemaal goed. Oké, chill. Maar jij gaat dus met me mee. Ik ga zeker weten met je mee, want ik wil gewoon dat hele onderwereld wegvagen, want ik mag ze echt niet. Want maar voordat we dat gaan doen, moeten we dus eerst info krijgen over Empire. Want die twee die hebben dus heel veel met elkaar te maken. Serieus? Ja, het schijnt zo te zijn, dat is uit mijn tijd van Elementals heb ik dat geleerd van Elios, dat Empire eigenlijk niet zo heel erg slecht zijn. Daar komt het op neer. Ze waren ooit een volk, net als... echt een simpel volk, dus net zoals Tixa, zeg maar. Mm-hmm. Van die simpele mensen die daar wonen. Ja. En op een gegeven moment gebeurde daar iets en wat weet ik niet. Alleen daardoor zijn ze gevlucht naar de onderwereld. Oh, serieus? Ja, en daar hebben ze echt tientallen jaren gezeten. Hun vrouwen zijn daar dood gegaan. En toen ze eruit kwamen zijn ze dus geworden als wat wij nu kennen als Empire. En... Ik denk dus dat wat daar ook maar leeft of zit, en daar weet jij dus meer van, dat die dus verantwoordelijk zijn voor dat Empire nu zo is. Ja, klopt. Maar dus waarschijnlijk is dit dus het ontstaan van de Empire. Klopt. En dat wil ik uitvogelen. Ik wil het uitpluizen. Ik wil weten wat daar precies gebeurd is. Mm-hmm. En als ik dat weet, dan kunnen we ook echt een slag slaan. Want dan hebben we informatie over hun. Snap je mijn punt? Ja, en waarschijnlijk... Ik denk dat we ze kunnen uitroeien. Ja, het zou mooi zijn, maar... het blijft Empire. Ja, wie weet. Of misschien kunnen we ze normaal maken. Ik weet het niet. Maar jij zegt dus dat ding wat daar zit, heeft het ook een naam? Ik heb in mijn boeken gelezen van Bor. Ja. Die we vonden in de tempel naast Naïs, onze hoofdstad. Mm-hmm. Dat er iets met Selkrius heet of zo. Oké. Vaag. Dus daar moeten we voor oppassen. Gevaarlijk ding. Je gaat met me mee dus, begrijp ik. Ja, ik ga met je mee. Super. We zijn nou inmiddels bij... Oh god, zie die muur. Huh? We zijn bij Antropia, zie die muur. Holy shit. Dit was echt ernstig hoor. We zijn hier weggegaan, hier ergens. Ik ga wel even kijken. Als jij nog even gauw kan kijken in jullie eigen archieven wat je kan vinden over hem, dan kom ik binnenkort naar boord toe. Ja. Mochten ze weg zijn, maar ik ga wel even sneaken. Ik heb geen flauw idee of je Nava er nog is. Ik vind jou in ieder geval straks wel. Ja. En dan gaan we eens even kijken hoe wij in de onderwereld komen. En dan gaan we dat Selkrius dingetje even opzoeken. Ja. En
misschien kunnen we hem onder druk zetten. Dat hij vertelt wat de zwakke plek is van Empire. Want één op één met Empire, ja, liever niet. Liever niet, nee. Goed, ik... Oh, jemig. En nou, David, ik wens je succes bij... Ja, dankjewel. Ik spreek je straks in Boor dan, ja? Ja, ik zie je daar en ja. Hou je taai. Dankjewel. Nou, daar gaan we. Ik hoop serieus dat je NAVA weg is. Dat zou echt heel erg tof zijn, maar ik ben er bang voor. Beetje oppassen. Jezus, dit was mijn berg, man. Met mijn kasteel erop en de muur en het zwaard is helemaal weg. Ik kan gewoon zo mijn tuin inlopen. Gewoon rechtdoor. Welke muur? Er is gewoon geen muur. Oh nee, ik zie het al. Oh nee. Mijn hele tuin. Helemaal weg. Oh, ik hoop serieus dat mijn troon er nog staat. Als ze die ook hebben opgeblazen. Jezus. Oh nee. Wat de... De opslag? Is die ook weg? Alles weg... Ja dus, de opslag is ook helemaal weg. Moet je kijken, joh. Jemig. Alleen de kelder stond er nog, maar die is natuurlijk helemaal... Oh, leeg. Tuurlijk is die leeg. Oh, wat een... Hoe kom ik hier ooit omhoog, man? Alles is gewoon weg. Ze hebben niks overeind gelaten. Dit valt er gewoon niet op te bouwen hier. Hier moet gewoon een grote muur omheen. Quarantainegebied gewoon. Radioactief. Jemig, jongens. Moet je... Oh, ik moet het aan Edgar vertellen. Alles is gewoon weg. What the hell? Koning David? De Eclipse?